Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fortune Street met Jordi van de Support Guys. Ik mag beginnen. Meteen options aanpassen. Yay, dat scheelt tijd. Nou, welkom vandaag in Lagfest. Hoeveel moeten we? 1500. 1000 dat, denk ik. Ja, 15.000. Ja. Maar deze valt reuze mee, om één simpele reden. Het is een line. Ja, precies. Je landt heel snel op de dingen. En als je al heel snel een monopolies kan triggeren, is dit pool zo klaar. Ja. Dit was ook... Oh ja. Oh. We hoeven de opties niet aan te passen, want dit is gesaved. Dan moet ik de safety dat niet. Oh, ja, omdat we moet ik hem één board doen per keer. Ja. Nee, dit board heb ik destijds ook gedaan met Nando en Harm, met de hoge CPU. En dit was een van de snelste boorden, omdat je heel snel hier bankrupt op gaat. Oké. Dat je zo snel op iemand anders komt, zeg maar. Nou, kijk maar even, je zit in één lijn en zolang je niet uit die lijn gaat... Oh, je kan ook de andere kant op! Ja, het is een draai. Oh, maar dat wist ik helemaal niet. Dit is ook, ik moet zeggen, dit doet pijn aan mijn hoofd. Jee, mijn shops kopen heeft 7%. Welke fucking shops? Wat een kutkaart om te trekken. Dus je kan hier zien alle... Je hebt een paar suits. Wauw, handig. Welke fucking shops? Echt zonde van die kaarten. Hier heb je al je titel voor deze video, Milan. Welke fucking shops? Ja. Ik hoop dat ik het niet vergeet. Nou, zo nog een keer één gooien? Ja, of één of negatief twee mag ook. Maar kijk, hoe deze werkt is, je zit op één lijn. Want je ziet nu al bijna haar terugkomen. Want ik ontmoet zometeen Jessica. Ja. En wat jij wil, jij wil eigenlijk alles op de lijn hebben. Want op het eiland, zowel linksonder als linksboven, meer dan van tijd komen de mensen daar niet. Nee. Maar wat is er linksboven te doen? Eigenlijk niks. Daar wil je gewoon niet heen, zeg maar. Nou, daar heb je Monopoly en je hoeft maar na te gaan. Ja. Dat is best handig. Ja, dat als mensen er naartoe moeten, dat je dan genaaid bent, zeg maar. Ja. Dat is waar. 1. 3. Hé. Dat wordt betalen. Angelo. Bij de shop, ik zou niet. Ja, suits, hè. Vroeger in het spel suits pakken. Yay, ja, maar... 20%! Ze heeft al twee shops, verdomme. Zo. Ik zat even te bedenken, maar het is toch heel dom dat hun... Ja. Niet... Ja. Is het ook. Dan had ik meteen maar de duurste pakken. Ah. Kut, Daisy. Een helderziende blik noemen we dat. 1. 6. Nou, wat... Ja, ik wil dan zeggen, ga je me naaien of... Nee. Neem een aparte. Maar ja, naaien, als je zo meteen 2 of 3 gooit, dan koop je hem ook. Ja, precies. Ja. Betalen, kreng. Als we inderdaad dan vroeg potje zijn geweest. Tuurlijk. Oh ja. Ja, nu. Ik ben niet gewend om zo vroeg die dingen te hebben. Nee. Oké. Okay. Dat is prima. Eén suit yourself kaart. Dus ik kan dan promoten. Stel, je had 6 gegooid. Dan had je 3. Ja. Wat? Er zijn goede kaarten. Merendeel zijn kut, maar er zijn goede kaarten. Ja. Maar ja, wat je eigenlijk zou willen, zou zo lang mogelijk op dit eiland blijven. Mm-hmm. Want dan kan je zoveel mogelijk van die shops halen hier. Ja, precies. Oh. Nou, jij gaat naar het eiland. Veel plezier. Als je nu oppast, kom ik je nog tegemoet. Eén shop is 80 en de andere 410. Super logisch. Yo, maar er zit ook zo'n fake of zo'n ding. Dat is wel interessant. Ja.
En dat is een beetje afhankelijk van... Het is best interessant om zo'n home van op te zetten. Home is inderdaad goed, maar ook bijvoorbeeld een airballon is daar ook niet verkeerd. Dat als ik daar zelf ben, dat ik dan nog een mogelijkheid heb om daar te verdwijnen. Ja, dat je gewoon snel weg kan, ja. Ja. Dat is op zich het mooie aan dat stuk. Ja. Dit is dan weer minder. Dat kun je zeggen, ja. Maar ja, we hebben tenminste nu al een beetje een voorsprong op de andere. Kijk. Ja, vacant plots sowieso. Ik denk dat ik wel alvast zo'n ding neer ga zetten. Want je mag dan zelf warpen waar je naartoe wilt, toch? Ja, klopt, ja. Nou, daar kan ik er ook altijd nog voor kiezen om gewoon op dit eiland te blijven en meer van die huisjes op dat eiland te kopen. Yep. En dit is wel een van de leukste effecten. Hij draait helemaal rond, omdat alle shops dicht gaan. Oké. Het is een dom effect, maar ik vind het wel gaaf. Ja. Dit is zo jammer. Ja, ik koop ze liever hierover dan Tweedledee en Tweedledum. Mm-hmm. Want des te langer we zo erover doen, des te meer kans wij hebben om shops te kopen. Yep. Maar nou ja, dit is dan wel weer minder. Ze heeft nu een suit yourself. 5. Mooi. Jee, gaat van 8 naar 10. Ja, dat is de moeite. Nou, daar ben ik heel blij mee dat ze zo laag gooit. Ja, dan kun jij daar nog even meer huisjes gaan kopen. Dat is wel het idee, tenzij ik... Huh? Ik niet snap. Nee. Want er zijn hier geen hoge dingen, dus ik... Oh, klote. Nou, fuck it. Ik ga er wel uit. Want anders zou ik bij jou op het eiland komen. Ja. En met net een promotie lijkt me dat niet heel erg handig. Dit is best een interessante map, moet ik zeggen, hoor. Het is ook een heel interessante map. Het is ook een beetje afhankelijk van wat je gooit. Kijk, stel nou, jij gooit 1. Dan ben je eraf dan kan je ding niet gooien. Dus staan we zo'n ballon ook niet verkeerd aan. Ja, maar als ik nu 1 gooi, kan ik ook gewoon warpen naar die 2 die ik nog moet. Precies. Het enige probleem is, ik heb niet genoeg geld om alles te kunnen kopen daar. Nou ja, daar kan altijd wel iets voor geregeld worden. Mm-hmm. Nou, dat hoeft nu nog niet, misschien, maar... Enige kloot aan deze is, je ziet niet waar je naartoe gaat. Ja, dat vind ik ook heel, heel vervelend, eerlijk gezegd. Nou ja, ik kan tenminste die Daisy tegenhouden. Ja. Moet je dan nagaan. Mijn winkel, ook al was die 500, is dan goedkoop. Is dat nog steeds duurder dan degene die zij heeft geïnvesteerd? Mhm. 1, 3 of 5. Dat is geen 3. Dat is 2. Ja, wat, nou, je hebt het voordeel. Je komt uit de pijp. En je kan zo, als jij goed gooit, kan je zo weer terug in de pijp. Ja, dat is waar. Want jij hebt geen zoets daar, hè? Dus... Het is sowieso handig voor jou om even de zoets te pakken. Dat klopt. Dit is ook heel handig. Zeker. Dan kan je even weer een winkeltje kopen. Mhm. Hey, bank. Een promotion. Zo'n hoge promotie denk ik niet. Misschien... 300? Oeh, 500. Oh, best een goede promotie. Ik ging er eerlijk gezegd niet van uit. No. Ja. Ja, dat is momenteel een van de weinigen die op elkaar lijken. Ik had ook al onder mee kunnen doen, maar dan moet je gaan onderhandelen met Daisy. Nou, Daisy heeft een volle kaart. Nou, dokken of betalen? Dit is. Betalen. Maar zo goed staat zij er nou niet voor, hè? Kijk dan, ze heeft wel promotie, maar ze zit onder het geld waar we mee zijn begonnen. Nou, ga maar terug naar je eiland. Ja. Veel plezier.
Zo. Ja, dat zou wat zijn. Nee, ik denk dat ik even nog wat geld bij doe. Nee, ja, want de balance... Ja, ik ga al negatief, hè. Dus, ja. Nice. Nou, ik kan de rest niet betalen, want zo hoog sta ik momenteel nog niet. Nee. Maar... Ik heb gewoon één. Druk je verder? Ja, sorry. Ik, dat geeft niks. Ik zie dat mijn werklaptop vergrendeld was, dus dan moet ik me erover unlocken. Want ik moet wel even in de boel in de gaten houden van... Even kijken... Ja... Weer een goede onderhandelingspositie. Yep, en daar gaat het voornamelijk om. Zo. Ja, oh nee, de stoks droppen. Kunnen mij die stoks schelen. Ik vind het wel geinig dat Jessica momenteel... aardig wat geld heeft, terwijl ze nog eens een promotie heeft. Yep. En heb je de arme Daisy. Die alleen maar moet betalen. Ja. Twee. Nou ja. Pom. Nou ja, ik zie het. Mooiste is, je hebt nog eens één promotie. Dat vind ik nog wel mooi staan het alles. Je hebt nog niet eens één promotie. Yep. Nee, net niet. Oké, nice, nice. Ja, deze moet gewoon zo snel mogelijk naar de bank. Ja, maar die gaat ook zo snel mogelijk naar de bank, denk ik. Eén of drie, please. Vier. Godverdomme. Welkom terug op het eiland. Nee, eigenlijk het Schiereiland. Dat is het eiland. Wij hebben het Schiereiland. Oké. Shuttle stocks, hè? Ja, heel veel. Ja. 156 stocks, ja. Ja. 7 wat stocks, ja. Slapie. Ja, tukkie doen. Nee, dat is voor jou heel handig. Merendeel van de winkels op het Schiereiland zijn van mij. Ja. Ja, die kan naar de bank. Nee, net niet. Huh. Ja, maar dan. 6. 4. Nope. Jij gaat ook slapie doen. Yep. Ik ben van twijfel wat ik ga doen. Of ik ga even focussen op promoties voor nu, even voor het geld, want zoveel geld heb ik niet. Of ik ga... Nee, ik denk dat ik nog even rustig aan doe. Ja, maakt niks uit. Oh, daar baal ik wel van. Ja, het was of linksom of rechtsom. Ik wou niet echt de andere kant op. Promotie. Ja. Oh, 600, dat tikt aardig aan. Ik vraag me toch echt af hoe hoog ze soms gooien. Het is soms echt belachelijk. Ja hoor. Het zijn maar stocks. Heb je daar stocks? Nee, ik heb nog helemaal geen stocks. Ja, dan is het ideaal. Vroeg wil je echt... Het liefst zou je ze willen dat ze naar 3 of 2 gold gaan. Want dan kan je... Dan kan je ze allemaal inkopen. Dan kan je flink gaan, ja. Zoals nu. Over stocks gesproken. Even kijken. Volgens mij even, ja. Ja. Ik ga er niet van omhoog, maar... Nee, misschien klopt. Maar jij kan soms een paar keer op jezelf landen. Ja.
Dit is dan alleen wel kloten. Maar even, ze verkoopt ook alles. Ja, super logisch. Nee, deze was nog niet van haar, toch? Nee. Nee. Kijk, wat doe ik hiermee? 2 of... Ja, why kan ik toch niet? Ik kon het wel, maar dan moet ik zelf dingen gaan verkopen. Ja. En dan kan ik bij wijze van spreken wel een onderhandelingspositie met jou creëren, maar laten we even heel eerlijk zijn. Ja. Daarvoor zitten we nog te vroeg in het fucking spel. Precies, dat kunnen we beter nog even niet doen, nee. Oké. Okay. Veel. Jij moet sowieso hier langs, want jij miste die nog. Yep. Dat zou nog wat zijn als zij weer één had gegooid. Yep. Ik vind het op zich ook leuk. Jij hebt het, ik heb het schiereiland, jij hebt het eiland en het merendeel van de lijn, wat eigenlijk het gevaarlijkste is, is van hun. Yep. Ja, we moeten het onszelf een beetje moeilijk maken. Dat gebeurt. Dat hebben we al gedaan met Stella en dat vond ik al moeilijk zelf. Ja, kom niet weg. Ik heb nog wel stalks, dus dat maakt niet, is niet heel erg, maar... Tuurlijk. Dit is klote. Ja, ik wil het eigenlijk voor mezelf makkelijker maken als enigszins kan. Ja, dat red je. Fijn. Zo. Nu gaat de prijs wel mooi omhoog. Yep. En ik kom op mezelf. Maar ik ga even niet sproezen. Nee. Nog maar niet zal ik zeggen pompen, maar... Ja. We zijn nog niet eens level 3. Nope. En ze landen ook nog niet heel echt vaak op ons. Vooral op elkaar. Ja, ze helpen elkaar meer en daar ben ik niet blij mee. Ik wil hieruit. 16. Want ik wil dat schiereiland af hebben. Yep. Dat is mijn hele punt, want zometeen koopt deze dat schiereiland nog de laatste af. Ja. Ja. Oh, echt niet te geloven. Dit wordt nu kloten. Want deze heeft echt meer geld, dus. Oké. Ja, ik wil eigenlijk hiermee wachten, maar ik moet het nu doen. Want het liefst had ik deze geruild met jou, maar... Ja, nee, tuurlijk. Ik zou gewoon doen wat voor jou werkt. 2 gold. Ze doet het. Ja, gelukkig maar ja. Ik help haar hier iets te veel mee in het zadel, maar weet je wat? Ja. Die krijg je, dat krijg je er nog wel uit, hoor, met dat stukje wat je nu al... Ja. Want ik kom hier niet uit. Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk de bedoeling van dat eiland. Precies. Voor mij, zeg maar. Ja, klopt. Alleen, ik had hier graag gestaan. Ja. Bij level 3 of level 4. Mm-hmm. Want deze heeft nu alweer promotie, hè? Ja, dat gaat wel een beetje zijn rap, hè? Dat is een beetje het ding. Daarom wil ik uit het eiland. Maar ik heb ook geen geld om bij wijze van spreken de shops hier te kopen. Anders zou ik shops van mezelf moeten verkopen. En die heb ik nu allemaal net weggedaan. Voor het schiereiland. Dus ik heb de promotie of een goede zoetkaart heb ik nu nodig. Kijk.
Jij kan ook heel hard met hun nu fucken. Door die te gaan rennenveten naar een home. Want in mijn in tempo dat ik hier gewoon niet uitkom. Precies ja, mijn punt. Precies. Maar dat klopt. Maar ik denk dat ik daarmee wacht totdat ik dat hele eiland heb, zeg maar. Ja, snap ik. Dat snap ik ook wel. Want ik kom hier niet uit. Ook eiland. Want zometeen, ik heb zometeen geen stocks meer over. En dan moet ik winkels gaan verkopen. En daar heb ik eerlijk gezegd geen behoefte aan. Want dit is ook de tactiek die ik gebruikte bij een ander eiland. Bij een andere boord met eiland. Dat ik het opkoop, maar... Zo vroeg op het spel op een eiland zitten, dat... Is echt kut. Verwacht ik ook niet. Kom op, 1. 1 of 4. Yay! Het duurt even. Want ik heb nog geen dingen, hè? Merendeel van de... Nog bijna geen suits. Zijn hier niet eens. Nee. Want de suits die ik nodig heb... Nou oké, ik heb 1 klaver nodig. Dus die is hier wel. Maar de andere moet ik gewoon de ronde voor maken. Op die lijn, ja. Ja. Hey, ik ben op het bord. Moet je nagaan hoe ver we een open bord zijn. Mm-hmm. Nou, daar heb je wat aan. Zeker. Ah, typisch. Dat is, je kan hem... Nee, dat kan nu niet. Je kan hem niet forcen. Nee, kan ik ook niet. En ik heb ook niks om te onderhandelen momenteel, dus... Nee. Daarom had ik graag nog ergens een shop vandaan willen toveren. Snap ik. Kijk, het mooiste voor mij is hè, als die 150 of 140 waar zij nu voor staat nog kan kopen. Dan kan ik die ruilen en dan is het klaar. Uh-oh. Ja, zij houdt wel van spruzen. Waarom staat in het vorige boord dan niet deed, dat weet ik ook niet. Ja, je maakt niet uit of je betaalt deze of je betaalt mij. Ik betaal jou wel. Slaapie. Ja, ze kon toch niks anders. Ze heeft zoets nodig en de zoets zijn hier. Ze heeft überhaupt bijna helemaal niks, hè? Zij heeft veel geld, maar bar weinig. Op een bord. Op het bordje, ja. Nee, ik ga niet spoezen. Daar heeft zij heel veel geld in stok zitten. Mm-hmm. Maar dat heeft ze ook. Er wordt steeds meer.